Molen De Fortuin Hattem staat al een tijd stil. De stalen roeden zijn dusdanig verroest dat dit gevaar oplevert. De stalen roeden worden vervangen door aluminiumroeden. Maar eerst moet al het houtwerk aan de roeden worden verwijderd. Dit gebeurt door vaklieden uit de Achterhoek. De wieken worden in de juiste positie gebracht. De hoogwerker speelt een belangrijke rol bij deze werkzaamheden. Als eerste worden de windborden verwijderd, de groene planken rechts. Die past toch wel in de bak van de hoogwerker? Ook de kettingen van de zeilen worden losgemaakt. Hey, het past toch wel in de bak van de hoogwerker. Bespaart weer veel klimwerk. Het lattenrek wordt gezekerd tegen vallen. De fortuinvrijwilligers slopen ondertussen de rekken.
Dit hout in de roede wordt ook verwijderd. Anders kan het tijdens het transport op de rijweg vallen. Deze wiggen in de askop worden ook alvast iets losser gemaakt. Een armoedig gezicht, maar dat is binnenkort weer hersteld.